muziek. Hij heeft zijn ogen dicht, daarom hoort hij muziek. Het is zijn muziek. Het komt van binnenuit. Het zal zijn ziel wel zijn. Zo licht, zo uil, zo dun, dat het zou vallen als het niet gedragen werd. Als het niet mocht liggen in de sterke armen van het ritme. Wat zijn hartslag wel zou zijn. Naakt. Er is geen eelt op zijn ziel. Op maandag 2 augustus 1999, op vliegveld Zaventem te Brussel, loopt een onderhoudsmonteur onder een stilstaande DC-9 van de Belgische vliegtuigmaatschappij Sabena door. De onderhoudsmonteur krijgt een geur in zijn neus. De geur van verrotting. Bedorven verrotting. De onderhoudsmonteur staat stil. Hij ruikt. En doet een paar passen terug. Hij komt uit bij het linker landingsgestel van het toestel. Het linker landingsgestel. Hij kijkt naar binnen. Het is donker. En dus hij pakt zijn zaklantaarn en knipt het aan. Vanaf dat moment verandert het leven van de onderhoudsmonteur. Met het aanknippen van de zaklantaarn knipt hij zijn leven als het ware in twee stukken. Eén stuk voor hij de zaklantaarn aanknipte. En één stuk na het moment dat hij de zaklantaarn aanknipte. Verlangen. Met de werkelijkheid. De onderhoudsmonteur kijkt naar binnen. Zijn denken is tot stilstand gekomen en zijn gevoelens worden omklemd in een ijzeren greep. Binnenin hem voltrekt zich ruisloos een aardverschuiving. Om uiting te geven aan deze pijnloze omwenteling slaagt de onderhoudsmonteur een zucht. Hiermee breekt het tweede deel van zijn leven aan. Hij pakt zijn mobiele telefoon en drukt op bepaalde toetsen. Binnen 6,5 minuut is de volledige calamiteitendienst van vliegveld Zaventem ter plaatse. Ambulance, brandweer, politie en beveiliging. De onderhoudsmonteur
zal nog vele malen een poging doen om het beeld dat hij zag onder woorden te brengen. Maar helemaal daarin slagen zal hij niet. Nooit. Verfom 5 weken. De punt van een jas. Kragen op. Het hoofd met de muts tegen een tussenschot aangedrukt. Vastgeplakte zwarte huid. Handen omklemmen een buis van metaal. Witte nagels. Roze. Ogen dicht. Stompe neuzen. Sporen spuug. Opgedroogd. Slijm. Opgezet. Nee, opgezwollen. Lippen. Paars. Versteend. Een hoopje jongens. In een hoekje van een landingsgestel. Liever praat de onderhoudsmonteur over de geur van ontbinding. De rotting, de stank. Dat is veiliger. Op een of andere manier makkelijker. Een hoopje helder. De lichamen van Yavin Koita en Voldetun Kara reizen een aantal malen heen en weer tussen Conakry, Guinea en Brussel, Europa alvorens ze worden ontdekt. Dat verklaart de stank. De onderhoudsmonteur speelt verder geen rol in deze geschiedenis. Vermoedelijk is de man naar huis gegaan, in een stoel gaan zitten en heeft gedacht dat uitgerekend mij dit moet overkomen. Vanaf nu draait alles om Yavin en Fodé. Twee jongens, waar niet zoveel over te vertellen valt. En de boodschap die zij bracht. Waar niemand naar luistert. Een noodkreet. Een brief, sir, bedoel ik. Een smeekbede. Een brief die niet aan mij gericht was, maar aan de hogere heren van Europa. Een wanhoopskreet. President, ministers, machthebbers. Een schreeuw. Een brief die vooral vragen oproept. Om aandacht. Of ze hem zelf geschreven hebben, bijvoorbeeld. Om liefde. Dat is nog maar de vraag. Een schreeuw om liefde. Of ze hem zelf geschreven hebben. Liefde. Dat is de vraag. Liefde. De grote vraag. Liefde! 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 Kijk maar op! Word eens wakker in plaats van te gieren en te brullen over liefde, wanhoop en weet ik niet wat je er allemaal bij sleept. Liefde. Je weet niet eens wat het betekent. Ik ook niet. Maar ik heb het er ook niet over. Is het je wel eens in sentimenteelheid opgekomen dat die helden van jou gewoon de maling zijn genomen? Zonder liefde kan je niet leven. Zonder liefde kun jij niet leven. Ik wel. Hou mij er buiten. Alsjeblieft. Zonder hoop kan je niet leven. Zonder eten en drinken kun je niet leven. Precies. Toen de mannen met plastic handschoenen de lichamen van Shakin en Fodé ontdeden van hun kleding, vonden ze behalve 2 paspoorten, 2 studentkaarten en een schoolrapport met alleen maar voldoendes, ook een brief. Yavin droeg de brief bij zich. Een handgeschreven brief. In het Frans. Gebrekkig Frans. Vol met taalfouten. Eerste brief. Guinea was vroeger een Franse kolonie. Vandaar. Ik lees de brief aan jullie voor. Vertaald versie natuurlijk. Ja, letterlijk. Kun je zo van internet bekken hoor. Je gaat gewoon naar Google. Typt in Jacqueline Fodé. Enter printen, klaar. Ik ga de brief nu voorlezen. Conakry, 21 juli 1999. Excellentie, mijn heren en verantwoordelijken van Europa. Blair, Schreuder, Chirac, Balkenende. Wij hebben het eerbare plezier en het grote vertrouwen om u deze brief te schrijven. Vertrouwen, dat is fijn. De kerk waar alles op drijft. En u in te lichten over het doel van onze reis. Die lui zijn namelijk heel goed te vertrouwen. Die zijn niet te betrappen op een smoesje op leuntje. Gauw eerlijk allemaal. Over het leed van de kinderen en jongeren van Afrika. En open dat ze zijn. Die politici staan zo onbekend dat ze zo open zijn. Voor allemaal problemen en zo. Het leed van de kinderen en jongeren van Afrika. En gevoelig dat ze zijn. Ze hoeven maar een kind te zien en ze schiet al vol. Laat staan een dood kind. Ontroostbaar zijn ze dan. Het is dat het onze regeringsleiders zijn. Anders zou ik zeggen, nou, nou, heren, zijn we niet wat overgevoelig? Maar laat ons eerst onze fijnste, liefstevolle en meest respectvolle groeten van het leven overbrengen. Perfect. Precies goed. Niet brutaal, niet te beleefd. Ja, perfect. En jongens, kan je me voor een boodschap sturen? Met dit doel willen wij u vragen om onze steun en toeverlaat te zijn. U degene bent om wie men om hulp vraagt. Om hoeveel geld gaat het? Zeg het maar.
waarom doe je nou zo? Omdat het me irriteert. Ik weet ook niet waarom. Die brief, die jongens, jij. Het irriteert me. Het is op uw solidariteit en uw zachtaardigheid. Zachtaardigheid. Dat wij een beroep op u doen. Een maand voordat Jacqueline en Faudet in het landingsbestel stapte, had een jongen uit Senegal precies hetzelfde gedaan. Watse heet hij. Bouna Watse uit Senegal. Verstopte zich in een Franse Airbus op de lijn Dakar-Lyon. Daar vonden ze hem. Zwaar onderkoeld en in een coma. Maar hij leefde. Bouna Watse leefde nog. Weet je wat ze met hem deden? Ze porden hem wakker, gaven hem een mok warme chocomel en zetten hem linea recta op de eerstvolgende vlucht terug naar huis. Dag Watse, de groetjes aan je familie. Oh, en vergeet de volgende keer geen brief mee te nemen. Dan zullen we nog zachtaardiger zijn. Meteen daarna kregen de gezagvoerders van verschillende vliegtuigmaatschappijen de opdracht om nog een paar duizend meter hoger te vliegen. Waarom? Daar is het nog een paar graadjes kouder. Daar is nog minder zuurstof in de lucht. Dat zal ze leren. Wat zijn zijn vriendjes? Zachtaardigheid. Voor wat onze problemen betreft, hebben wij de oorlog, de ziekte, de voeding enzovoort. Wat de kinderrechten betreft in Afrika en vooral in Guinea, hebben wij wel veel scholen, maar een groot gebrek aan opvoeding en onderwijs. Vervolgens hebben wij geen sportscholen, zoals voetbal, basketbal, tennis. Dus in dit geval vragen wij, de Afrikanen, en vooral wij, de kinderen en jonge Afrikanen, dat u een grote en doeltreffende organisatie zou maken voor Afrika, opdat het vooruitgang zou maken. Dus als u ziet dat wij ons opofferen en ons leven riskeren, dan is dat omdat wij in Afrika te veel lijden en wij hulp nodig hebben om te strijden tegen de armoede. En vergeet niet dat het aan u is dat wij ons verklag moeten doen over de zwakheid van onze kracht in Afrika. Geschreven door twee kinderen uit Guinea, Jacqueline Koita en Faudet Toukara. De zwakheid van onze kracht? Sorry, het irriteert me. Aisha, de love not I'm
Jacqueline, dat is Afrika. Afrika, mijn huis, de straat, de mensen die ik ken. Mama, niet huilen. Vanavond kom ik bij jullie en dan breng ik eten voor jullie mee. Papa is op werk. Waarom zou hij dat niet vinden? En mijn zusje is weer beter. Zie je wel? Ik wist het wel. Daar speelt ze met mijn broer. Vanavond kom ik bij jullie. Met een pan vol aardappelen. Verse groenten genoeg voor iedereen. Een hele kip van de markt te brengen. Dan eten we en drinken we en lachen en bidden aan allen. Voor het leven dat wij gekregen hebben. En we bidden voor de dag van morgen. Dat die net zo mooi mag zijn als deze. En papa? Ik heb vanavond een fles bier bij me. Dan kan je drinken en lachen. En ik dans met mijn zusje. En mama kijkt naar ons en haar ogen glanzen van trots. Kijk nou toch. Jacqueline, daar loop jij. Je loopt over straat. Je loopt naar me toe. Je komt me halen. Ik ben dood. Je komt me halen. Het voetbalveld, als het even zwaaien. Natuurlijk doen we mee. Voorzet, steek aan het hek. Tweede paal, laatste minuut. Voorstop. Hij komt voor zijn man. Hij komt en wat een doel. En wat een doel. Zeg je dat? Nou? Sorry. Buitenspel. Are you sure that love is not the sun? Stop it, please.
blindganger met je zwartgallige, cynische gepriepraat? Helden. Martelaar. Hoe durf je? Ik durf. Omdat de jongens een droom hadden. Een ideaal, iets wat ze wilden waar ze voor gingen. Jullie durven het woord droom niet eens uit te spreken. Laat staan dat jullie er een hebben. En waarom hebben jullie geen droom? Omdat jullie daar te bang voor zijn. Jullie zijn wiezige personen die gelijk uitslag in hun nek krijgen als ze het woordje liefde horen. Jullie leven in een kale, kille wereld. Jij leeft in een wazige, wege wereld. Een vage, misgezonde hel. Een wereld waarin jij mij een gevoel van misplaatst meelijden door de strot wil duwen. Je bent erop uit om mij in tranen te laten uitbarsten. Omdat dat het enige is wat jij begrijpt. Omdat dat het enige is waar jij mij te voeten kunt. Waar jij jezelf prettig bij voelt. Mijn tranen, hun tranen, dat is het enige waar je op uit bent. En ik zal je nog eens wat vertellen. Jij misbruikt die jongens om je doel te bereiken. Mijn wereld mag dan wel kaal en keel zijn. Jullie durven niet te leven. Jouw wereld bestaat niet. Jullie durven niet dood te gaan. Die is er niet. Jullie durven niks. Luikje pikker. Lafaard. Jij zou eens met je hoofd een paar dagen boven een vuilnisbak moeten hangen. Jij zou ook eens een paar dagen met je hoofd boven de vuilnisbak moeten hangen. Misschien dat de werkelijkheid dat tot je doordringt. Misschien dat jullie dan een droom te binnen schiet. Kunnen we overeenkomen dat Jacqueline en Fauré zinloze dood zijn gestorven? Nee! Kunnen we dan overeenkomen dat ze gewoon dood zijn? Dat ze niet meer leven? En dat we die wolk waar ze zogenaamd op zitten achterwege laten? Ja, dat is goed. Mooi! Goedenavond, dames en heren. Welkom bij de